Open Monumentendag 2013. Ook Breda doet mee aan dit landelijke evenement. In Breda zijn maar liefst 35 monumenten opengesteld. Daarbij zijn heel veel monumenten die normaal gesproken niet toegankelijk zijn. Wij staan hier voor het stadhuis. Daar komt u natuurlijk vast wel eens vaker. Wij gaan zo direct even binnen een kijkje nemen in de prachtige ontvangsthal van het stadhuis. Echt een aanradertje. Hebben we volgens mij nog niet veel op Elisabeth TV laten zien. En daarna trekken we de stad in. We hebben een keuze moeten maken uit die 35 monumenten. We concentreren ons op woonhuizen in de Catharinastraat. En daarna gaan we nog eens eventjes kijken bij de oude brouwerij en het brouwhuis en het hoofdkantoor daar. Wij gaan nu eerst even een kijkje nemen in het stadhuis van Breda. We zijn aangekomen in Catharinastraat nummer 10. Daar wordt volop gebouwd en het is er druk op deze Open Monumentendag. Naast mij staat de architect Henk Ruysen. Van het architectenbureau Rothuizen, hier in Breda gevestigd. Ja. Betrokken bij het restauratieproject. Ja. Wat is dit voor een huis, Catharinastraat 10? Wanneer is het gebouwd? De historie in Vogelvlucht? Ja, in Vogelvlucht is het eigenlijk nu eigenlijk wel een heel platte grond qua groot gebouw. Wat daar een winkelpand was tot ongeveer 1998, waar het toen weer buiten is, tot grote ruimtes. Ja. En het is nu de bedoeling om het wat te verknippen in wat tweelaags appartementengebouw. Begane grond en de verdiepingen die door een andere bewoner bewoond gaat worden. Ja. Hoe oud is dit pand? Het is moeilijk te dateren, want het gebouw heeft diverse verschillende monumentale waardes in beeld gebracht. Waarvan blijkt dat het waarschijnlijk vroeger hele kleine huisjes geweest zijn. Maar door de jaren heen steeds verder opgebouwd is naar wat grotere panden. Ja. Wat maakt dit huis bijzonder? Het huis is bijzonder door al zijn oude sporen die boven water gekomen zijn. En op een bepaalde manier het gebouw samen gebonden is met allerlei passages en tussenletjes die het een geheel maken. Welk plekje moeten wij zeker filmen van Elisabeth TV? Ja, je moet eigenlijk zeker de kelder of de bron filmen, de put, zo die bekend staat inmiddels, die hier op de hoek is. Die we eigenlijk ontdekt hebben nadat we een marmeren vloer die compleet versleten was, weggehaald hebben. Dus die moet je zeker zien. Dag meneer, is het lekker water daar beneden? Het is drinkbaar, ja, het is drinkbaar. Ja. U heeft het al geprobeerd? Ik heb er een slokje van genomen, ja. En u bent er nog? Ik ben er nog, ja. Nou, je zou heel goed een stadsbrouwerijtje kunnen beginnen hier. Met dit, ja, bier, voorwaarden voor bier is helder water. Nou ja, dit is dus wat dat betreft zou het kunnen. De Beiert heeft al interesse getoond, Café de Beiert, ja. Ja. U gaat hier wonen, hè? Ja, klopt, ja. Wanneer is het klaar? We hopen eind van het jaar, maar de opleverdatum is al een aantal keren doorgeschoven, dus
Het zou ook nog wel eens misschien iets langer kunnen duren, maar de doelstelling is eind van het jaar. Is dit een droom die uitkomt om in zo'n historisch pand te wonen? Ja, dat is wel een droom, ja. Dat is, wij zijn allebei helemaal gek van historie, oude panden, binnenstad van Breda. Ja, dan is dit wel een heel apart plekje natuurlijk om te mogen wonen, ja. Ja. En het is eigenlijk leuk wat we hier proberen, zo weinig mogelijk glas te vervangen. Dus zoveel mogelijk het authentieke glas te gebruiken. En dat kan betekenen op het moment dat je breuk hebt, dat je de breuk gewoon gaat gebruiken om in het raam dan maar een iets nieuw model te maken. Dit was een breuk. En het zit nu in het model van het raam. Dat is eigenlijk, je kunt daar enorm mee spelen. We zijn een heel stuk verder de Catharinastraat ingelopen en staan nu voor nummer 8789. Het is een heel modern gebouw, zo, en heel strak. En er zijn allemaal kunstdingen bezig en je zou denken, wat heeft dit met monumenten te maken? Nou, dat gaan we zien, want hierachter zitten hele oude kloosterbogen uit 1440. En die zijn in 1990 herontdekt. En dat heeft weer alles te maken met het Begijnhof en de Wendelinuskapel hierachter. We gaan naar binnen, we gaan een kijkje nemen. Nee, ik ben niet gevangen genomen. Ik sta hier wel achter de tralies, maar het is van een poort. De poort van het Kapucijnenhof. We gaan namelijk naar een heel mooi monumentje kijken waar je ook normaal gesproken niet zo snel bij kunt komen en in kunt komen. We gaan zo direct het hofje doorlopen en dan komen we bij het koetshuis van het Hof Herogière. 1537 moeten we dit weer ongeveer dateren, dus we gaan echt diep de geschiedenis in. We zijn al in een bouwval geweest. We hebben in een hele moderne omgeving historische kloosterbogen gezien. En nu in de Open Monumentendag zijn we gewoon in een woonhuis. Hier woont gewoon iemand. Hè? Dit kan ook. Ja, dat klopt. Ja, er is één heel gelukkige mevrouw die hier mag wonen. Ja, zo en mag je dat wel zeggen, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Jij bent Akke de Vries, jij bent van de Open Monumentendag. Klopt. Hè? Ik mag hier vanmiddag mensen ontvangen en verder wegwijs maken. Ja. Wat is de historie van dit? Dit is een koetshuis, ja, hè? Dat klopt. En wat is een koetshuis? Reden je vroeger de paden doorheen of woonden hier de koetsiers? Hier werden de koetsen geparkeerd, zeg maar. En er waren ook nog stallen. En hierboven moet je een hooizolle voorstellen. Oké, dat is wel veranderd. Ja, absoluut, absoluut. Ja. En gelukkig maar, want het is toch een heel belangrijk stukje van de Bredaarse historie. Ja. Vertel in notendop de historie van dit hof en van dit koetshuis. Klopt, het is verbonden aan een heel belangrijk persoon uit de 16e eeuw. Die te maken heeft gehad met inname van Breda door middel van van de list van het paard van Troje, zeg maar, het turfschip van Breda. Ja. En uit dankbaarheid daarvoor mocht hij hier op een stuk grond zijn eigen rijke huishouden gaan stichten. En zo is het gekomen. Zo is het gekomen. En eigenlijk is het dus een van de rijke hofhuizen aan de Catharinastraat. Ja.
En het koetshuis was daar een onderdeel van. Het was een heel complex. En op dit moment zijn het 6 verschillende adressen. Maar we hoorden dus allemaal bij 1 groot huishouden. 1 groot huis. En nou zijn wij zeer benieuwd naar de naam van die voorname persoon. Ja, dat is een hele moeilijke naam. Maar ik zal het proberen. Dat is Charles de Herougière. En die, nou, die staan in alle geschiedenisboekjes over de geschiedenis van Breda.